Ik en ik denk ook dat dat een van de pilaren onder Hofheb ook is, vind het belangrijk dat een boer trots kan zijn op zijn product. En dat kan hij eigenlijk alleen maar zijn als hij weet wie zijn product consumeert. En dat kun je dus alleen maar door een zo kort mogelijke keten te organiseren van boer, of eigenlijk land, want de boer is de rentmeester van het land, tot aan de keukentafel. Ik ben Peter van IJzendoorn, verantwoordelijk voor Hofweb. Hofweb is eigenlijk een handelsperspectief voor een consument die graag van een duurzame keten wil eten. En plat gezegd zijn wij een internetwinkel voor producten direct van de boer. Alles biologisch. We doen dat helemaal zelf, dus het contact met de boeren. We zetten het assortiment op onze webshop, aangevuld met een totaal biologisch assortiment van allerlei andere producten. Dat komt samen in een lokale hub. Van daaruit wordt de bestelling eigenlijk verzameld, dus ingepakt. Er zijn mensen die met karretjes rondlopen. Ze krijgen op hun tablet te zien welke producten ze moeten pakken. En ze lopen eigenlijk door ons magazijn heen. En dan wordt het klaargezet voor transport. En dan gaat er of gelijk die middag al of anders de volgende ochtend gaan de busjes op route. Ik vind wel dat we inderdaad op deze manier het voedsellandschap zullen moeten veranderen. Dus we zullen weg moeten van een anonieme voedselindustrie, waarin vooral grote winkelbedrijven machtig zijn naar weten waar een product vandaan komt. Het liefst uit de regio, met een gezicht van de boer en dus ook een verantwoordelijkheid van de klant voor zijn lokale boer. En dan heb je een vertrouwensband gebouwd waarmee je dus ook duurzaam kunt doorbouwen. En dat gaat niet alleen over voedsel, dat gaat over duurzaam landgebruik. En ook gewoon de sociale relatie tussen land of stad en platteland. Natuurlijk moet er hier ook een boterham verdiend worden en moet ons bedrijf duurzaam ingericht worden. Maar winst is niet een doel op zich bij ons. Iets doen wat goed is, dat is eigenlijk hier binnen Hofweb veel belangrijker.